Goedemorgen allemaal. Lekker slapen? Wel. Nou, weer lekker een mooie dag vandaag. Ik ga zo een broodje smeren. Naar school en dan trainen. En nu weer lekker te slapen. Wat zijn we allemaal aan het doen? Na eten en ik ga zo naar school. Als je snel je huis hebt, dan kunnen we er vandaag even helemaal tegenaan. Ja. Nou, ik maak het, jongens. Ja. Hallo, ik ga naar school. En je hebt mij al in bed gezien en hoe ik aan het eten was. Maar nu ga ik gewoon lekker naar school, lekker leren. En ik laat je nog even een vriendinnetje zien en mijn vrienden misschien. Tot dan. En de achterfiets mijn broertje. Dus ja. Niek zeg eens hallo. Hoi. Hallo, kijk eens, hier ben ik weer. En nu op school. En ja, ik laat je nu de voorkant zien. Nou, dat is de school. Wel een aardig lange school, maar niet echt hoog. En waar ik nu sta is de gymzaal. En ja. Vloggen. En ja, dus. Hallo, ik ben Luc Bruins Slot. Ik ben 10 jaar. Ik woon in Stadsgenoot. Ik hou van drummen. En ik heb een vriendinnetje, Veren. Zeg eens hallo, Veren. Nou, en ik hou van drummen en van voetbal. Ik ben, ik heb een broer die Stan heet en een broertje die Niek heet. En ik heb een hond. En ik laat haar nu even zien. Hallo, Sasha. Dat is mijn hond Sasha. En ja. Hallo, hier ben ik weer. Nu met mijn vrienden aan het chillen. Zeg eens hallo, Veren en Nathanael. Hey. Veren, dat is mijn vriendinnetje en Nathanael is mijn vriend. Cristiano Ronaldo! Ik ben Cristiano Ronaldo! Ja, maar kom niet van mij, maar! Gaat hij voor eigen succes? Oh, nee! Bijna schoon! Oh, my heart! Oh, bijna schoon! 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 Oh,
Ik moet zo trainen. Hallo, kijk eens. Hier Luc even weer, s'avonds. Nou, je hebt me vanochtend al in bed gezien, maar nu ga ik weer lekker trainen. Iets van een uur en drie kwartier of zo. En dan ga ik eerst met het team en daarna met de keepers. Hey, later. Soldiers capture me, hold my hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet, cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop until my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be sad. Hallo, hier ben ik weer in de kleedkamer met mijn trainers. En nu even over de wedstrijd. Ik vond het zweven goed gaan, overballen, duiken en ja, uittrappen. En... Oh, nee, nee. Dat zeg ik, Rick. Ja, je hebt een uitstekende wedstrijd gekregen. Ik denk een van je betere, fijne seizoen.
Alleen aan het eind heb je even een beetje concentratieproblemen en ga je uittrappen in zo'n route. En als je 3-2 voor staat, je schiet de bal in de spits voor. Allemaal heel spannend. Maar je stelt heel goed en je pakt die bal keurig uit de hoek. Dus verder heb je heel goede ballen gepakt. Ja, ik heb er eigenlijk vrij weinig over verder te zeggen. Ik bedoel, Rick is hier ook de keeper van de derde en van de A1. Dus die heeft er iets meer verstand van dan dat ik daar verstand van heb. Maar hij heeft goed gekiept, van de koploper gewonnen. Dus iedereen is blij, denk ik. Of niet? Ja. Dat dacht ik. Ik heb net getraind en ja, het was een mooie training en ik heb ook mooie duiken gehad, alleen helaas een hele erge blunder, maar tot slot het einde van de dag en ik ben nog op de sportvereniging. Hier zie je zo'n plaat op de muur en daar is het logo in de hoek. En misschien tot de volgende keer. Doei!